Ben jij op zoek naar een dunne en zeer soepele mid-season handschoen? Dan is de Alpinestars Syncro ideaal voor jou. Ik ben Oscar van MKC Moto en dit is de review van de Alpinestars Syncro V2 Drystar, beschikbaar bij MKC Moto. De Alpinestars Syncro Drystar is een handschoen die volledig is opgebouwd uit een textiele buitenlaag en in samenwerking met het waterdichte en ademende Drystar membraan is die ideaal geschikt voor mid-season gebruik. De handschoen is verder niet voorzien van een dikke laag isolatie, dus hou er rekening mee dat die prima is geschikt voor de wat nattere lente, herfst of zomerdagen, maar niet op de hele koude dagen omdat de handschoen dus niet per se heel veel warmte vasthoudt. Verder is de handschoen qua uiterlijk vrij neutraal en is die prima te gebruiken op een tour of eventueel een sporttourmotor. Als we gaan kijken naar de veiligheid van de handschoen, dan weten we dus dat die voornamelijk is opgebouwd uit een textiele buitenlaag. Zo zien we dit terug aan de buitenkant van de handschoen, maar ook aan de binnenkant van de handschoen is zo'nzelfde soort materiaal gebruikt. Zorgt ervoor dat de handschoen zowel rondom aan de voor- en achterkant gewoon prima slijtvast wordt. De handschoen is verder ook nog voorzien van impactprotectie. Deze vinden we terug op de knokkels. Dit zijn vrij harde, maar wel flexibele protectoren die ervoor zorgen dat de knokkels tijdens een impact goed beschermd worden, maar de handschoen niet te veel beperken in zijn bewegingsvrijheid. Voor de rest zien we dat de binnenkant van de handschoen dus is afgewerkt met een wat ander textiel materiaal, welke uiteraard ook slijtvast is. Rondom de duim zien we datzelfde materiaal doorgevoerd en rondom de palm van de hand is nog een extra foam padding toegevoegd, zodat je op deze manier daar ook een extra impactprotectie hebt. De pink is met dat extra materiaal verstevigd, zodat je ook op deze plek weer een extra stukje slijtvastheid hebt. Als we gaan kijken naar het comfort van de handschoen, dan zien we dus dat de bovenkant is gemaakt uit textiel. Rondom de vingers en de palm van de hand en net onder de knokkels is nog wat extra stretchmateriaal aangebracht, waardoor de handschoen op die manier goed mee kan bewegen en de hand dus tijdens het rijden ook niet de handschoen gaat beperken. Als we verder gaan kijken naar het comfort van de handschoen, dan zien we dat die rondom de vingers nog is afgewerkt met wat accordeon stretchmateriaal. Dit materiaal zorgt ervoor dat je tijdens het rijden de handschoen gewoon fatsoenlijk kan bewegen en die niet kan gaan trekken. Ook zien we rondom de vingers nog wat stretchmateriaal en dit wordt ook weer teruggeplaatst onder de knokkelprotector, zodat de handschoen daar ook gewoon goed mee beweegt. Als we dan naar de binnenkant van de handschoen gaan kijken, dan zien we dat er aan de binnenkant en aan de onderzijde van de duim ook wederom wat stretchmateriaal is geplaatst. En ook aan de binnenkant van de vingers zien we ditzelfde materiaal terug, zodat je daar ook voldoende bewegingsvrijheid overhoudt. Verder zijn zowel de wijsvinger als de duim nog afgewerkt met een speciaal materiaal. Dit materiaal is op deze vingers aangebracht, zodat de handschoen ook prima te gebruiken is in combinatie met een touchscreen van bijvoorbeeld een smartphone of een navigatiesysteem. Als we wat verder naar onder gaan, zien we dat de handschoen wat langer doorloopt naar onder en volledig wordt afgesloten door middel van een klittenband. Met dit klittenbandsysteem kan je de handschoen eventueel volledig openzetten, waardoor de in- en uitgang van de handschoen wat makkelijker wordt. Voor de rest is de handschoen volledig voorzien van een waterdicht en ademend Drystar membraan. En dit membraan zorgt ervoor dat regen en water niet naar binnen kunnen trekken, maar dat warme lucht en transpiratie de handschoen wel naar buiten toe weer kunnen verlaten. De binnenzijde van de handschoen is verder nog afgewerkt met een zacht materiaal. Dit materiaal zorgt ervoor dat de handschoen altijd comfortabel aansluit en dat de handschoen ook aan de binnenzijde niet kan gaan plakken op het moment dat het buiten bijvoorbeeld ietsjes warmer is. Wil je graag weten wat jouw ideale maat is? Klik dan even op de video in beeld. En uiteraard ben je ook welkom in een van onze winkels om de spullen te komen passen of op onze webshop om ze hier te bekijken. Vond je deze video nou leuk of nuttig? Geef ons dan een duimpje omhoog. En ook kan je eventueel abonneren op ons YouTube kanaal. Door middel van het belicoontje krijg je altijd een update op het moment dat wij een nieuwe video posten. Ook kan je ons eventueel in de gaten houden op Instagram of Facebook om alle trends bij te houden. Ik ben Oscar van MKC Moto en bedankt voor het kijken.